Goedenavond, dames en heren. Dit is het journaal op donderdag 7 mei. Het Constitutioneel Hof is na 45 jaar een feit. Het Hof wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter, drie leden en drie plaatsvervangende leden, die allemaal zijn voorgedragen door de Nationale Assemblée. Constitutioneel Hof, voorgedragen door de Nationale Assemblée. Als voorzitter is beëdigd mevrouw meester Gloria Sterling, Gehoed Karg, en als vicevoorzitter de heer meester Kenneth Amoksi. Verder zijn als leden de volgende Surinamers beëdigd tot lid van het college. Mevrouw meester dokter Anuradha Ramotar, gehuwd Akal. Mevrouw meester Rinette Jokarto. Mevrouw meester Maya Manohar, gehuwd Fokkei. En als plaatsvervangende leden de heer meester Bin Sojo, mevrouw meester Jornel Finkwalk en de heer meester Roy Chitani. De heer Chitani is vandaag benoemd en zal op een nader tijdstip beëdigd worden. Bij de beëdiging vandaag op het presidentieel paleis is waarnemend president Michael Asjounadin ook ingegaan op de taken van dit grondwettelijk onafhankelijk staatsrechterlijk orgaan. Op uw wacht dus de hoofdtaak van het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan, als ook het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen. Het is om verschillende redenen toe te juichen dat u bereid gevonden bent deze hoge verantwoordelijkheid op u te willen nemen. Ik spreek daarom mijn waardering uit dat u zich dan ondanks andere uitdagingen en verplichtingen beschikbaar gesteld heeft om deze hoge verantwoordelijkheid op u te willen nemen in het belang van onze natie. Ook voor DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons is de instelling van het Constitutioneel Hof een belangrijk moment. In de afgelopen tientallen jaren zijn er wetten geproduceerd en verdragen waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd. De toetsing daarvan zal door het Constitutioneel Hof moeten geschieden. Een van de discussiepunten die zowel door de huidige coalitie als vroegere coalities is gevoerd en de problemen die we daarmee hadden, was dat de Nationale Assemblée een gekozen orgaan is en het hoogste orgaan van de staat. Als de Nationale Assemblée een besluit neemt over de wet, dan was er in vele zittingsperioden de discussie hoe rijm je dat met een benoemd Constitutioneel Hof, die dan gaat kijken naar de zaak. Om de Nationale Assemblée de gelegenheid te geven en de burgerij en iedereen om bepaalde vormen van conflict met de grondwet dan wel het hebben van aantijgingen tegen wetten. Om dat te voorkomen hebben we in de wet opgenomen dat de Nationale Assemblée altijd, indien daar reden toe is en indien zij dat wenst, voor het goedkeuren van een wet, dus wanneer een wet al is uitgediscussieerd, dat mag voorleggen aan het Hof, zodat voor de goedkeuring het Hof een uitspraak doet daarover. Dat moet dan natuurlijk wel een helemaal uitgediscussieerde wet zijn, met betrekking tot de verenigbaarheid met de grondwet. En als het dan het Hof dan al een uitspraak heeft gedaan, dan krijg je tenminste niet achteraf wat dat betreft de opmerkingen. De voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Karg-Sterling, gaf aan dat het Hof klaarstaat om haar toebedeelde taken naar de geest en de letter van de grondwet uit te voeren. Zij geeft aan wanneer het Constitutioneel Hof in beeld komt om wetgeving te toetsen. Nee, het staat allemaal in de wet Constitutioneel Hof beschreven. Er moet een verzoekschrift worden ingediend dat natuurlijk aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Maar in principe zijn er dus minimaal zeven assembleeleden. Advocaten die mogen dat doen, de president of namens hem de minister van Justitie. En die mogen dan allemaal een verzoekschrift indienen indien zij dus menen dat wetten of delen van wetten en of bestuursbesluiten in strijd zouden zijn met de grondwet of met enig ander verdrag. Nou, wij zijn voor de duur van 5 jaren benoemd en ik hoop dat wij een heel goed fundament kunnen leggen voor de andere generatie die na ons komt.